Hoe vond je Makkeli gisteravond? Ah, man. Die is niet goed. Die is niet goed? Ik heb me kapot zitten ergeren. Die jongen, die presentator... Die deed het goed, toch? Die deed het goed. Die zette de discussie die wij hier aangezwengeld hebben goed voort. Alleen, Makkeli, die is gewoon geobsedeerd door zijn eigen carrière. Want die zei zelf, hij wilde... de finale van de Europese toernooi spelen, fluiten, wereldtoernooi fluiten. Dat is goede ambitie op zich, toch? Dat is logisch. Iedereen mag ambitie hebben. Maar kijk, het probleem is natuurlijk... toen kwam het onderwerp van Saoedi-Arabië fluiten... waar de doodstraf staat op homofilie. En het is een publiek geheim dat deze Makkeli is homo. Dat is niet relevant, dat is ook helemaal niet erg. Alleen de scheidsrechtersbazen in Zeist... Van Egmond bedoel je? Dat is dus de baas van, van Egmond. Die heeft hem geadviseerd om dat niet naar buiten te brengen... omdat dat niet goed voor zijn carrière zou zijn, ook internationaal gezien niet. Maar dat vind ik het hypocriete aan Makkeli, want die komt dan met het excuus... Ik kan rustig in Saoedi-Arabië gaan fluiten, want ook spelers en trainers gaan erheen. Nou, dat vind ik, hebben we hier ook al zien gezegd, ik vind het ook heel onbeschaafd dat Bert van Meijwijk daarheen gaat... in een land waar de mensenrechten zo met voeten getreden worden. Maar als ik toch homo zou zijn en in dat land staat de doodstraf op homofilie... dan zou ik daar geen geld willen verdienen met dit soort klussen. Alleen, die presentator die sloeg één vraag over van... jij bent homo en dan krijgt dat een extra lading om daar te gaan fluiten. Nou, hij had hem misschien iets subtieler kunnen stellen van... is het voor jou nog niet extra lastig dan? En hij zat er dichtbij, maar hij stelde hem uiteindelijk niet... waardoor Makkeli ermee wegkwam. Maar ik vond dat... Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook zijn privéleven. Hè? Als hij daar zo mee om wil gaan, is dat aan hem natuurlijk. Jawel, maar dan zou ik dan niet gaan fluiten. Als je als homo een beetje karakter in je flikker hebt... dan ga je niet fluiten. Ja, dat is nou weer... Dit is het verkeerde woord. Of stond André te zwaaien dat ze moesten lachen? André zit heel hard te lachen nu, dus dat kan niet. Nee, maar dan ga je niet fluiten in zo'n land... waar de doodstraf erop staat. Ik heb me echt... Mooi jasje trouwens, Hans. Onisement. Echt een prachtig jasje. Ik heb echt na 20 minuten de studiovoetbal uitgezet. En normaal kijk ik het altijd af. Ik denk, waar zit ik in godsnaam naar te kijken? Wat was die Makkeli nou aan het lullen, man? Over? Ja, over van alles en nog wat. Over een hensbal, over dat hij geel had moeten geven. Hij keek net om, zei hij op een gegeven moment. Ja, maar hij dat keek net om. Bij die eerste rode kaart stond die jongen viel bijna tegen hem aan. Ja. Zo dicht stond Maar hij stond van de andere kant, zei hij. Maar weet je, hij nou gewoon zegt, hier daar aan tafel... Dit was zeker niet mijn sterkste optreden. Erger nog, dit was mijn allerslechtste optreden. Dat was beter geweest. Was je klaar? Had je niks hoeven doen? Had je niks, was je klaar. En nu, hij was aan het zeuren en aan het draaien. En had hij linksback gewoon natuurlijk na 20 seconden of een gele kaart moeten geven. Ja. Daarna is hij gaan marchanderen. Nee. He, Utrecht-spelers die hadden geel moeten hebben, die kregen geen geel. Hij was het kwijt, dat was het. Hij was het helemaal kwijt. Ongeluk slecht vloot hij. Ja. Maar hij wist dat hij bij Studio Voetbal zat, dus was hij wel zenuwachtig over natuurlijk. Hij floot slecht, man. Ja. Maar dat geeft toch niet? Kun je zeggen. Nee, maar hij is het lievelingetje van de scheidsrechterscommissie in Zeist. Hij is ook het lievelingetje van Jaap Uilenberg. Want Makkeli en die blonde, hoe heet hij ook weer, die bij mij in de jeugd zat... Peter Blom? Ja, Kevin Blom. Kevin Blom. Die mogen dan naar Saoedi-Arabië bijverdienen. Maar die andere scheidsrechters die lastig zijn... die krijgen dat soort snoepjes nooit toegeworpen. Nee. Dus het is een beetje het lievelingetje van... Wat zou Hans hiervan vinden? Hans Kraaij junior, wat zou hij ervan vinden? Waarvan? Hans Kraaij junior, leuk dat je er bent. Wat vind jij hiervan, van deze hele situatie? Nou, ik heb net geluisterd. Ik heb wel de indruk dat... als ik Johan hoor, dat Danny Makkeli niet meer stil hoeft te houden... dat hij op mannen valt. Ja, maar dat was redelijk bekend inmiddels, dat de mening van Johan was. Maar ik dacht dat jij wilde aangeven, serieus, dat hij dat stil wilde houden. Nee, maar de scheidsrechtersbazen hebben hem geadviseerd... om het stil te houden. En Johan doet er alles aan om het niet stil te houden. Dat is het verschil. Nou ja, dat bedoelde ik eigenlijk. Maar daar heb ik een goede reden voor. Dat komt door zijn gedrag. Hoe bedoel je dat dan? In Saoedi-Arabië. Als hij dat niet had gedaan, had jij je mond gehouden? Ja, dan was het nooit aan ter sprake gekomen. Want ik vind het helemaal niet relevant dat die man homofiel is. Dat moet hij weten. Ja. Maar dan ga je niet fluiten in een land waar de doodstraf erop staat. Nou, en gisteren ook met die... Het ziet er wel gelijk heel desolaat uit. Die zou je helemaal niet willen fluiten. Die Dumfries, man. Dumfries. Download nu de Veronica Insight-app en dan zien we elkaar daar.